overlast door stormschade in Gelderland. Veel takken en omgevallen bomen op de weg. In Westervoort werd zelfs een oliebollen drive-thru compleet weggeblazen. Ik zag vanmorgen de ravage hier zo. Het is derde kerstdag, dus tijd genoeg. Goedenavond. En verder in het nieuws vandaag. Kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen zo goed als bekend. Gelderland heeft 2 miljoen inwoners, maar amper Kamerleden. Als je nu kijkt, zitten er geloof ik 2/3 van de mensen komen uit de grote 4 steden. Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. En als je alleen bent, kun je in Ede tijdens de feestdagen uit eten bij een gastgezin. Een welkome verrassing vindt de 82-jarige Herman. Ik vond het een goed idee, omdat ik zelf een beetje alleen in huis woon. En dan had ik het zelf wel een beetje gezellig maken. Gelderland werd wakker met zware windstoten. In heel het land gold code geel vandaag. De oorzaak is storm Bella, die vanuit de Britse eilanden is gekomen. De wind veroorzaakte overlast en stormschade in de hele provincie. Zoals hier in Varsseveld, waar een plaat losraakte op het dak bij een voormalige zuivelfabriek. In Vorden werd de brandweer ingezet om de weg vrij te maken. Zo kwamen er tientallen meldingen binnen bij de meldkamer. Halverwege de middag werd code geel ingetrokken. Uiteindelijk kwamen er zo'n 100 meldingen binnen. In Westervoort verwoestte Bella een oliebollen drive-in aan de Dorpstraat. Partytenten gingen aan flarden en hekken en kerstbomen waaiden omver. Hier zit hij ook nog in. Ah. Ik kreeg een berichtje van mijn vader, die was hier en die zei van het is helemaal omgewaaid. Dus ja, het eerste wat je doet is meteen naar buiten en gaan kijken van wat is er allemaal gebeurd. En ja, toen troffen we inderdaad dit gebeuren aan. Hoe groot is de schade? Die gaan we dadelijk opnemen. Sowieso 5 tentjes die kapot zijn, een hoop verlichting, nog wat elektriciteit. De bouwwerken eromheen zullen wellicht nog wat beschadigd zijn, dus die gaan we dadelijk opnemen. Gezien de weersvoorspellingen checkte de horecaondernemer gisteravond meerdere keren of alles goed vast zat. De laatste keer zag het er allemaal nog goed uit en vanmorgen niet meer. Hulptroepen arriveren gelukkig snel om de verwoeste drive-in die net 1 dag open was weer een beetje bij elkaar te rapen. Ik zag vanmorgen de ravage hier zo en ik zag Martijn helemaal alleen en ik denk dan moet ik even helpen. Het is derde kerstdag, dus tijd genoeg. Het zalencentrum en de bakkerij die de drive-in hebben opgezet laten zich niet uit het veld slaan door de tegenslag. Morgen overmorgen bouwen we het allemaal gewoon weer op. En de 30ste, 31ste zijn we helemaal paraat en komt Olly weer langs. Pakken we die ook meteen? Ja, die doen we ook. Op 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Nu de meeste kandidatenlijsten bekend zijn, wordt duidelijk dat er maar iets meer dan een handvol potentiële Kamerleden uit Gelderland komt. En dat is niet veel voor een provincie met 2 miljoen inwoners. Als het eerlijk verdeeld zou zijn, zou Gelderland 17 Kamerleden hebben. Maar dat is dus ver weg en ook bij de komende verkiezingen. 7 of 8 Gelderse Kamerleden, dat scenario dreigt nu de meeste verkiezingslijsten bekend zijn. De Apeldoornse Sunita Bihari kan wel de Kamer in. Zij staat hoog op de lijst van de SP. En zij vindt dat er meer geluisterd moet worden naar de regio. Ik denk dat het aan partijen zelf is om daar ook bewust mee om te gaan. En toch vaker ook in de Kamer het geluid laten horen. En dat kan alleen als je ook zelf naar die provincies toe gaat. Zelf met de mensen in de provincie spreekt en hun verhaal weer meeneemt de Tweede Kamer in. En ik denk dat dat ook gewoon veel meer moet gebeuren. Remco Dijkstra van de VVD zat de afgelopen 8 jaar in de Kamer. Ik woon zelf in Lienden. Nou, je denkt toch niet dat daar 3 keer per dag een bus langskomt? Dat is 1 keer ongeveer. Natuurlijk ben je gekozen als Kamerlid voor heel Nederland en moet je iedereen vertegenwoordigen. Maar het helpt wel als je de taal spreekt van de regio. Als je de problemen en de zorgen van de mensen in de regio begrijpt en mee kan nemen in Den Haag. En dan kun je ook het beleid echt veranderen. Hij zou daarom ook meer Kamerleden uit de regio willen hebben. Ik zou het wat meer graag willen zien. Hè? Meer Gelderlanders of meer mensen uit de regio in de Kamer. Als je nu kijkt zitten er geloof ik 2/3 van de mensen komen uit de grote 4 steden. Hè? Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Er kunnen nog meer Gelderse politici op de Kamerlijsten komen. De lijst van de PVV is nog niet bekend. Op onze site vindt u welke Gelderse politici zo goed als zeker in de Tweede Kamer komen te zitten. Straks, Mooi Volk, zo heet de portretserie van fotograaf Sven Scholten.
Hij fotografeert Apeldoorners met een bijzonder levensverhaal. Ik ben altijd wel een beetje anders geweest dan anderen vaak mijn hoop denken. Kijk, deze alten nemen, de gierscheppen, die nemen ik altijd meer dan normaal. In Huissen is vanochtend een waterleiding gesprongen. Huishoudens in verschillende plaatsen zaten daardoor zonder water of hadden problemen met de drinkwatertoevoer. Vitens meldt dat de problemen speelden in onder meer Huissen, Gent, Bemmel, Haalderen, Doornenburg en Lent. Hoeveel huishoudens in totaal minder of geen water hadden, wil het bedrijf niet zeggen. Eind van de middag waren de problemen met de watervoorziening opgelost. Dan de coronacijfers van het RIVM. Het aantal coronabesmettingen in onze provincie is na de daling van gisteren weer iets opgelopen. De afgelopen 24 uur kwamen er 1401 nieuwe besmettingen bij. Dat zijn er 15 meer dan gisteren. En landelijk is het aantal besmettingen gedaald. Vanmorgen werden 9108 nieuwe coronabesmettingen gemeld. En dat zijn er 759 minder dan gisteren. De voetballers van NEC konden vandaag direct de kerstkilo's er alweer aftrainen. Omdat de competitie volgend weekend al wordt hervat, stond er meteen na de kerstdagen al een training op het programma. NEC kan ook niet op trainingskamp zoals normaal in de winterstop. Nee, klopt. Inderdaad, vorig jaar ging je dan op pad met het hele team. En door corona kan dat natuurlijk nu niet. Maar hier ook goed, toch? De feestdagen blijven ondanks corona een tijd van samenkomen. Met het project Stoel Vrij in Ede krijgen mensen die in deze dagen alleen zijn een plaats aan de eettafel van gastgezinnen. Zo schoof de 82-jarige Herman, oud, tot zijn grote genoegen aan tijdens het kerstdiner van de familie Dros. Ik denk dat dat ook juist in deze kersttijd heel belastend is voor mensen om alleen te zijn. En juist door samen te eten, misschien ook zelfs samen te koken en samen te eten, ontstaan heel veel leuke gesprekken. Het is ook een sociaal moment wat je met elkaar beleeft. Dus ja, daar hou ik van. De uitnodiging aan de kerstdis in Huizen Dros is aan Herman Oud goed besteed. Hij is dol op kerst. Ik vond het een goed idee, omdat ik zelf een beetje alleen in huis woonde. En dan had ik het zelf wel een beetje gezellig maken. Want ik had net op mijn kerstliedjes, weet je wel. Ik hou van kerstliedjes. Vroeger toen ik in Amsterdam zat, hè, dan moest je s'nachts om een uur of vier moest je naar de kerk. En dan was het allemaal mooie kerstliedjes. En was het allemaal mooi opgemaakt. Hè, mooie kerstboom. Het was gewoon gezellig, weet je wel. En ook lekker eten. De tafelgenoten kenden elkaar nog niet. We hebben contact gehad met de mantelzorgster van hem. En dat klonk allemaal heel positief en gezellig. Dus ik denk, we verheugen ons daar eigenlijk wel op. Dat geldt ook voor meneer Oud. Want alleen of niet, je moet er iets van maken, vindt hij. Ja, maar ik ben ook een contactmens, weet je wel. Want ik ben ook geen thuiszitter. Ik heb vanmorgen alweer naar de markt gelopen. Ik loop van het ziekenhuis toe. En ik ben veel in beweging. Als ik het niet gezellig maak, dan zit ik hem misschien in de stoel te slapen. Ik kom niet op straat. Komt hij dan nog wel? Het is de bedoeling dat de diners blijvend contact opleveren. De organisatie van Stoelvrij wil het project volgend jaar zelfs landelijk uitrollen. Voor Frank Futselaar werd 2020 een jaar om nooit te vergeten. Want op de valreep liep hij alsnog de Olympische limiet op de marathon. Of hij er volgend jaar ook in Tokio bij is, dat moet nog blijken, want er zijn meer kapers op de kust. Frank Futselaar in training in Sonsbeek Park in zijn woonplaats Arnhem. 3 weken geleden liep hij de limiet voor de Olympische marathon met een heroïsche manier van finishen. Er zijn genoeg verhalen bekend van atleten die het dan net niet hebben gehaald. En als ik het op 1 seconde niet zou hebben gehaald, dat zou natuurlijk een enorme deceptie zijn geweest. Maar ik heb het gehaald, dus met een snoekduik en dat maakt het extra mooi. Maar inmiddels hebben 4 Nederlandse atleten de limiet gehaald en er mogen er maar 3 naar de Spelen. Dus Futselaar moet flink aan de bak. We moeten in het voorjaar gewoon laten zien waarvoor we staan en proberen de snelst mogelijke tijd neer te zetten en op die manier geselecteerd te worden. Aanvankelijk was het in 2020 wachten op wedstrijden. En in de zomer was het dan eindelijk zover. Ja, die heb ik met beide handen aangepakt door mee te doen aan het NK 5000, NK 10.000 met een zilveren en een bronzen plak. Ja, en toen kwam Londen. En uiteindelijk was Valencia de kerst op de taart met de Olympische limiet.
We moeten nog even over iets heel anders hebben. Niet over taart, maar over brood. Ja, dat is hartstikke tof. Het is een gezond brood met vitamine D. Het is veganistisch en met veel vezels. En ja, die heeft Arjan Koenen van Bakkerij Koenen omgedoopt tot Futselaar Fitcorn. Dus die kunnen de mensen bestellen en eten. En daar ga je gewoon sneller van rennen. Dus dat is leuk. Excentriekeling of Einzelganger, fotograaf Sven Scholte maakt het niet uit. Als je nou een apart verhaal hebt, dan komt hij juist naar je toe en legt je vast op de gevoelige plaat. Sven reist heel de gemeente Apeldoorn door op zoek naar bijzondere mensen. Een van hen is de 68-jarige Teun Westrik, beter bekend als Tunus. Morgen. Zo, dan gaan we naar Tunus vandaag. Hallo. Sven wil Tunus graag op de foto zetten voor zijn portrettenserie Mooi Volk. Kom hier. Druut. Ja, druut met dat ding. Druut met die kop. Die zeggen precies goed, kop. Ja. Niet te netjes. Niet nee. Te netjes. Hier staat Tunus naast de door hem opgelapte Mercedes samen met zijn beroemde stok. Ja, met gieremmen. Een beetje die kant op. Maar ik ben altijd wel een beetje anders geweest dan anderen vaak mijn hoop dingen. Of met de muziek zoals... Kijk, deze oldnemmen, de gierscheppen, die nam ik altijd meer dan normaal. Mooi Volk staat voor mij eigenlijk als een groep mensen die net even iets anders durven of gewoon zijn. Authentieke dingen, daar ben ik naar op zoek. En iets wat onze gemeente eigenlijk net even wat mooier maakt. Sven exposeert al zijn werk in de Grote Kerk in Apeldoorn. Maar door corona is de expositie gesloten. Toch zit hij niet bij de pakken neer. Uiteindelijk een eindexpositie, een expositie die kan, zonder lockdown, dat zou heel erg leuk zijn. En het allerliefste een soort van boekwerkje die in ieder geval naar de mensen kan gaan die ik heb gefotografeerd. Dat we een klein documentje hebben van Mooi Volk. Kijk eens, Mooi Volk. Oh, hij dacht maar ding. Ja, mooi. Het weer. Storm Bella zorgde voor een onstuimige en natte dag. Echt een dag om binnen te blijven. De laatste regen trekt naar het oosten weg en vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op. De temperatuur zakt vannacht naar iets boven het vriespunt en lokaal ontstaat er een mistbank. Morgen is het overwegend droog en wisselen de zon en wolken elkaar af. Bij een matige zuidelijke wind wordt het maximaal 5 graden. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig met soms een bui en de wind houdt zich rustig. Overdag ligt de temperatuur rond de 4 graden en in de nachten vriest het licht. Tot zover het Gelders Nieuws. Meer nieuws vind je in onze app en op gld.nl. Ik wens je nog een fijne avond.